Van harte welkom bij ons digitaal infomoment. We gaan u de komende 10 minuten informatie geven over de 4 belangrijkste troeven van onze school, wat onze school uniek maakt. Zo zijn wij een relatief kleine school, die toch over voldoende ruimte beschikt, te midden van een groene omgeving. Ze is bovendien veilig te bereiken, zowel met de bus als met de fiets. De school ligt niet in het midden van de stad, dus het is rustig. Er is ook veel groen rondom ons. We hebben ook een grote tuin met veel planten. Er zijn 540 leerlingen, waarvan 1/5 jongens zijn. Iedereen kent elkaar omdat we een kleine school zijn. Dit was school en omgeving van Luca en Ewald. Jongeren stappen over van een gemoedelijke lagere school naar het eerste jaar secundair onderwijs. Iedereen kent hier nog iedereen. Onze campus beschikt over heel veel ruimte. Zo heeft elke graad een aparte speelplaats met eigen graadopvoeder. De klaslokalen zijn ruim en van alle moderne snufjes voorzien. Een beamer in elk klaslokaal, specialisatieklassen met digitaal bord, overal wifi enzovoort. Elke leerling heeft ruim plaats om te werken en te leren. Vaak worden klassen gesplitst in kleinere groepen, om in de vaklokalen optimaal te kunnen werken. De vaklokalen zijn modern, voorzien van het nodige didactische comfort en volgens de veiligheidsnormen ingericht. In de nieuwe sporthal wordt zowel in de LO-les als tussen de middag gesport. Sinds dit schooljaar is de school uitgebreid met enkele nieuwe, moderne lokalen, waar we het authentieke karakter van de school gecombineerd hebben met een moderne toets. Onsegem is voor iedereen gemakkelijk te bereiken. De bus stopt vlak aan de school, veel ouders carpoolen. Op onze site kan u meer info vinden over de verschillende busverbindingen. Heel wat leerlingen komen, zeker in de zomer, met de fiets of bromfiets naar school. Welkom op onze school, Campus Vincent. Deze school is gemakkelijk te bereiken, zowel met de fiets als met de bus. Uw kind kan veilig op weg, want samen met de gemeente Andegem is een veilige fietsroute uitgewerkt. Ook de bus nemen is gemakkelijk, want deze stopt vlak voor jullie toekomstige school. Hopelijk tot 1 september. Naast de veilige omgeving horen we vaak dat mensen voor onze school kiezen omwille van de zorg. Op onze school zijn er 2 fulltime leerlingenbegeleiders, wat uniek is in de streek. In onze school hebben we oog voor alle leerlingen, zowel in de klas, in de studie als op de speelplaats. Het leerkrachtenkorps staat open voor vernieuwingen en is dynamisch. De leerkrachten proberen elk kind zo goed mogelijk te begeleiden in de klas. De graadopvoeders houden toezicht op de speelplaatsen en in de studie. Zij begeleiden de leerlingen waar nodig en zijn zorgzaam voor alle jongeren. De eerste schooldag brengen de leerlingen samen door met hun klassenleraar. Zo leren ze elkaar van dag 1 kennen en weten ze ook naar wie ze moeten gaan als ze een probleem hebben. Dit is nog een beetje zoals in de lagere school. De graadopvoeder is er altijd voor de leerlingen op de speelplaats. Sommige leerlingen vragen extra zorg. In de zandloper bekijken leerkrachten, opvoeders en het CLB de problemen. Dit kunnen problemen zijn op sociaal-emotioneel vlak of op studievlak. Samen zoeken ze naar een oplossing of naar een geschikte begeleiding. Leren studeren is ook belangrijk. In de klas wordt aandacht besteed aan de manier waarop je een bepaald vak moet studeren. Er is ook begeleiding op maat. Er is een workshop wiskunde en taal en er is de plusklas waar de leerlingen leren studeren en leren structureren.
Natuurlijk is de omgeving belangrijk om je als leerling goed te voelen, maar je komt ook naar onze campus voor het studieaanbod. Met de modernisering van het secundair onderwijs vanaf 1 september 2019 werd ons studieaanbod uitgebreid. Naast ons vertrouwde richtingen sociaal-technische wetenschappen, techniekwetenschappen en voedingverzorging is er nu ook een aanbod moderne in 1A. Zo kan je naast wetenschappen STEM en sociale vorming ook kiezen voor de focus economie en moderne talen. Ook de keuze in 1B is uitgebreid. Wat verandert er nu concreet door de modernisering? De overheid heeft beslist dat alle leerlingen in het eerste leerjaar A en B een vast pakket krijgen van 32 lesuren. Hiervan zijn er 27 uur gereserveerd voor algemene vorming en 5 uur kunnen scholen zelf invullen met een keuzepakket. Door middel van het keuzepakket kunnen leerlingen proeven van een bepaalde richting of, zoals wij het noemen, een focus kiezen. In 1A zijn er 27 uur gemeenschappelijk. De klassieke vakken zoals godsdienst, Engels, Frans, mens en samenleving is een nieuw vak, wat lijkt op het vak leersleutels van vroeger. De overige 5 uren zijn keuzeuren, focus. Je kiest de focus voor een volledig schooljaar. In het tweede jaar kan je eventueel veranderen van focus. Bij elke focus is er, zoals vroeger, een bepaald leerlingprofiel. Er zijn 3 leerlingenprofielen op basis van interesse, resultaten basisonderwijs, mogelijkheden, inzet, talenten enzovoort. Deze profielen dienen als houvast bij de keuze van een focus in 1A. Ben je eerder een doener? Heb je het moeilijker om theorie te studeren? Dan zijn de focussen sociale vorming of economie een goede keuze. Kan je makkelijk leerstof onthouden? Doe je graag talen, wiskunde en wero, dan zijn de focussen economie, moderne talen of wetenschappen STEM een mogelijke keuze. Kan je goed studeren, zelfstandig werken, heb je graag een uitdaging, haal je uitstekende resultaten in het basisonderwijs, dan kan je kiezen voor de focussen moderne talen of wetenschappen STEM. Bij sommige focussen wordt remediering aangeboden. Basisleerstof wordt herhaald en verder ingeoefend. Bij andere focussen is er verdieping. Basisleerstof wordt uitgebreid en verdiept. Er is geen evaluatie van de focus, er zijn dus geen toetsen. Elke focus heeft een gemeenschappelijk uur. Leren leren en leren leven. Het vroegere klassenuur en leefsleutels. Enkel bij het niet behalen van een attest lager onderwijs, maar met getuigschrift van verworven competenties, kan je kiezen voor een eerste leerjaar B. De beslissing gebeurt in overleg met de lagere school, ouders en CLB. Als uw kind naar 1B wil, laat je dat als ouder best zo snel mogelijk weten aan de leerkracht van de lagere school. In 1B zijn er 27 uur gemeenschappelijk. De klassieke vakken zoals godsdienst, Engels en wiskunde. In de focus zijn er 3 uur reeds ingevuld. Nederlands, beeld en leren leren en leren leven. 2 uren zijn nog vrij te kiezen. 2 uur Nederlands zijn in het bijzonder voor OCAN-leerlingen en leerlingen met een taalachterstand. Daarnaast is er de keuze sociale vorming. In het tweede jaar A-stroom kies je een basisoptie. In het tweede jaar B-stroom ga je verder in de basisoptie maatschappij en welzijn. Dankzij een goede oriëntering en een goede studiebegeleiding liggen de slaagkansen van onze leerlingen hoger dan het Vlaamse gemiddelde. 97% behaalt een A-attest, 1% een B-attest en 2% een C-attest. Verder studeren in het hoger onderwijs lijkt nu nog veraf. Maar het is goed om al een idee te hebben wat je na een opleiding in onze school verder kan studeren. Veel ouders en leerlingen halen ook als belangrijkste troef van onze campus de sfeer aan. Er is minstens 1 keer per week sport over de middag.
Maar dat niet alleen, er zijn ook andere activiteiten, zoals muziek, balspelletjes, springtouwen, touwtrekken en nog veel meer. Hoe zorgen we nu voor deze goede sfeer? Op onze speelplaatsen zorgen we voor activiteiten waardoor onze leerlingen actief en sociaal met elkaar omgaan. Hier volgen enkele sfeerbeelden. Leerlingen van zevende kinderzorg verzorgen de ontvangst van Sinterklaas op onze school. Onze school doet ook graag mee aan allerlei acties voor het goede doel. Zo zijn we sinds dit jaar een rode neuzenschool en hebben we mee ingezet op het mentaal welbevinden van onze jongeren. Er is een uitwisseling van leerlingen 5 TSO met Sevilla en Malaga. Sedert vorig jaar is er ook de uitwisseling met Pereret in Benin. De leerlingen van 5 sociaal-technische wetenschappen organiseren binnen het kader van de integrale opdrachten verschillende projecten. Zo zamelden ze binnen het thema Het prille begin geld in voor het project Dappere Bengeltjes. Ook in de verzorging is er projectwerk. Grootouderfeest met derde verzorging, Valentijnsproject georganiseerd door vierde verzorging, de leerlingen van vanaf 5 verzorging oefenen op de aanvullende zorgen bij zorgvragers. Deze leerlingen voeren tijdens hun stage talrijke opdrachten uit met baby's en peuters in het kinderdagverblijf. Baby's verzorgen, spelletjes spelen. Leerlingen van 7 thuis- en bejaardenzorg doen stage in een woon- en zorgcentrum waar ze leren omgaan met de zorgvrager. Naast dit alles zetten we als school ook in op gezonde en evenwichtige voeding. Ook kun je van maandag tot en met vrijdag een warm maaltijd verkrijgen bij ons op school. Lusjes sommige rechten minder raar en ben je een beetje kiskeurig, geen probleem. Je kunt ook altijd kiezen voor een vers belegd broodje in de refterzaal. Zo hoef je je broodje niet op voorhand te bestellen. Er zijn ook dagelijks verschillende warme groentjes en je kunt ook genieten met de koude van de koude groentjes met mijn passend sausje. Maar wil je nog steeds niet warm eten, dat maakt niet uit. Je kunt ook in een apart zaaltje bij ons op school van je eigen boterham genieten. Ja, dat klopt. Dan kun je ze daar met je vrienden opeten. Je kunt uiteraard ook altijd thuis gaan eten. Maar kies je nu toch voor warm te eten, dan krijg je er elke dag een vers, lekker en gezond dessertje bij. Hopelijk wil jij ook eens proeven van de activiteiten bij ons op school. We laten ook enkele leerlingen van de leerlingenraad aan het woord. Ja. Maar Sarah, wat heb jij nu aan? Wees dat dan niet, Tommy? Vandaag is het de dag van de jeugdbeweging. En wat ben je aan het doen? Het is nu een leerlingenraad. We vergaderen een burgerraad en in september worden er uit elke klas een paar leerlingen gekozen. En wat heb je met de leerlingenraad al bereikt? We hebben al de dag van de jeugdbeweging georganiseerd, een filmavond en er komt misschien zelf nog een sleepover. En door de leerlingenraad mag je tijdens de pauzes je gsm gebruiken om even berichtjes te checken of een berichtje te sturen. Hopelijk tot volgend jaar in de leerlingenraad. Vanaf het eerste jaar worden de leerlingen in onze schoolcultuur ondergedompeld. De leerkrachten hebben respect tegenover de leerlingen en we verwachten ook respect van de leerlingen tegenover de leerkrachten en tegenover elkaar. Wanneer dat niet het geval is, worden gepaste maatregelen genomen. Op onze school geldt de regel streng maar rechtvaardig. Deze vele waarden proberen wij bij te brengen, zodat onze afgestudeerden als sterke jonge mensen in een veranderende maatschappij kunnen functioneren. Door omstandigheden kan de open dag helaas niet doorgaan. Jullie kunnen een digitale rondleiding bekijken op de site van onze school. We hopen jullie binnenkort te mogen verwelkomen op onze campus.